Goedenavond, goedenavond. Ik ben dus Pieter. Ik woon momenteel in Amsterdam-Noord. En dat bevalt me eigenlijk best wel goed. Ik ben ook al helemaal geïntegreerd in de buurt. Ik rook sinds kort ook check. Dat doet iedereen daar. En ik zat laatst eens te kijken naar wat er op zo'n pakje staat. En ik had dus zo'n pakje en daar stond op: roken beschadigt tandvlees. Dus dan dacht ik bij mezelf, nou mooi, hoef ik niet meer te flossen. En gisteren had ik dus zo'n pakje en daar stond op: van roken word je onvruchtbaar. Dus ik dacht, nou mooi, schuld weer een condoom. Maar ja, nu heb ik AIDS. Nee, maar op zich lees ik wel het een en ander. Ik was laatst begonnen in de Koran. En ja, ik vond het eigenlijk qua... Ja, weet je, ik hou wel van sprookjes, dus ik dacht, ik probeer dat een keertje. Maar ik vond het eigenlijk qua vrouwenvriendelijkheid een beetje tegenvallen. En dat komt omdat ik zelf christelijk ben opgevoed. En ja, dan heb je bijvoorbeeld in het Oude Testament, ik weet niet of andere mensen dat ook kennen, heb je het boek Deuteronomium. En daarin heb je bijvoorbeeld zo'n wet, dat is heel apart. En dan als een man een vrouw verkracht, of een ongetrouwde vrouw verkracht, dan moet ze daarmee trouwen. Nou, zo hebben mijn ouders elkaar dus ontmoet, kwam ik achter. Maar ik ben eruit gekomen, het is helemaal goed gekomen. Nee, maar ik lees wel het een en ander. En bijvoorbeeld laatst las ik zo'n artikel dat in Afrika de obesitas-epidemie enorm is toegenomen. En toen dacht ik bij mezelf, is dat nou goed of slecht nieuws? Want obesitas wordt toch geassocieerd met welvaart en overvloed aan eten in Afrika. Dus op zich zijn ze daar misschien wel op de goede weg, weet je wel. Misschien zijn ze over 10, 20 jaar wel net zo dik en depressief als wij hier. Nou goed, die vond ik zelf wel grappig, maar ik denk dat ik hem wel grappig kan stoppen. Waar waren we toen ook weer? Nee, maar in Afrika is het nu nog voornamelijk een hoop armoede en kinderarbeid. Maar eigenlijk lijkt het me wel leuk als kinderarbeid in Nederland weer legaal zou worden. Ik denk dat ik dan een kinderdagverblijf zou beginnen. En dan zou ik met de volgende slogan mensen proberen te lokken: dump nu hier je kind en krijg een paar nieuwe schoenen. Ja, weet je, dat is beter dan al die kuttekeningen die je nu krijgt. Dus ja. Nee, maar mensen zijn zo overbeschermend voor hun kinderen tegenwoordig. Ik denk altijd, wat is nou het ergste wat er kan gebeuren? Het gaat dood. Nou en, dan maak je er weer een nieuwe. Dat is überhaupt toch het leukste gedeelte. Nee, maar mensen zijn zo overdreven beschermend tegen hun kinderen. Dat viel me ook op bij zo'n demonstratie tegen een pedo in de wijk. Zag je dus allemaal mensen met zo'n spandoek: geen pedo in onze wijk. Dus ik zat er zo een beetje te kijken en toen ging ik op een gegeven moment kijken naar die kinderen. En toen dacht ik bij mezelf, volgens mij hebben die mensen niet zoveel om zich druk over te maken. Gadverdamme, wat waren die kinderen lelijk, zeg. Oh. Dat vind ik ook altijd met cosmetica uitproberen op dieren. Daar doen mensen ook zo moeilijk over. Terwijl ik denk, ja, die dieren mogen er toch ook een keertje goed uitzien, of niet dan? Ja, ik heb het niet helemaal uit mijn hoofd. Nee, maar... Maar tegenwoordig hebben kinderen dus vooral iets te vrezen van pedofielen. En niet zozeer van mensen die ze in kledingfabrieken aan de gang willen hebben. Maar dat komt omdat we tegenwoordig beschaafd zijn. Althans, dat denken we van onszelf. Maar ik denk altijd dat we gewoon een beetje een zwart-wit beeld hebben over het verleden. En ik heb ook een theorie over hoe dat komt. Ik denk namelijk dat dat komt doordat al die televisiebeelden uit het verleden altijd in zwart-wit zijn. Neem nou iemand zoals Hitler. Er zijn ook een positieve kant aan zo'n man, weet je. Er wordt alleen maar gelet op de negatieve kanten. Maar wat Hitler bijvoorbeeld heeft gedaan is binnen 5 jaar tijd heeft hij de werkloosheid van 25% teruggebracht naar 2%. En zonder begrotingstekort, hè? Hij liet het allemaal niet zo snel uit de hand lopen. En ja, kijk.
Natuurlijk, weet je, hij heeft een paar miljoen mensen laten vermoorden. Ja, weet je, kijk, elke president heeft zijn mindere kanten. En ja, weet je, dat is uiteindelijk, de hele Holocaust is uiteindelijk ook alleen maar gebeurd omdat een eerder plan gewoon niet doorging. Want allereerst was het natuurlijk het plan om ze op een zonnige vakantiebestemming te sturen. Het plan was om ze allemaal naar Madagaskar te sturen. En ja, het was wel een eenmalig ticket, het was geen retour. En op zich snap ik dat wel van die nazi's, want ja, die gierige Joden mogen ook een keertje zelf wat betalen. Dankjewel mensen. Officer de Jager! Zijn vent gaat naar hem toe. Nee, hij is daar. Mevrouw, hij is daar. Pieter is daar. Het was de allereerste keer van Pieter. Ja, dit was de eerste keer op het podium. Tweede keer, zegt ze fan. Sorry schat. Hij is nog beter geworden. Hij is echt gegroeid in die week. Nice, volgende keer zonder draadje. Hij is wel schattig, hè? Cutie pie is het, Pieter. Lieve mensen, we gaan naar de laatste voor de pauze. Dit is niet zijn eerste keer. Het is Sander van op Zeeland!